Superleuk dat je intuned op de Preggo's afleveringen waarin ik je meeneem in mijn verhaal tijdens mijn zwangerschap en mijn inzichten met jou ga delen. Ik wens jou heel veel luisterplezier toe. Hallo en welkom weer bij een Preggo's aflevering. In deze aflevering denk ik dat ik het wil hebben verder over het energieveld tijdens zwangerschap. So let's dive in. Ik had al een keertje ook gezegd dat ik me heel anders voelde in de eerste maand van mijn zwangerschap vooral. En dat is uiteindelijk geleidelijk gewoon weer gesetteld. Dat ik mezelf voel weer, om maar zo te zeggen. En ik denk dat het echt komt doordat je dus je draagt op een gegeven moment gewoon een nieuw leven bij je. En dat is een hele nieuwe andere energie. In jouw energieveld, dus wanneer je meer bezig bent geweest met het erkennen en het zien van jou, leren kennen eigenlijk, van jouw eigen energieveld. En op een gegeven moment, wanneer daar een andere energie eigenlijk in komt, dan verandert ook weer totaal die dynamiek. Dat is hetzelfde als je in een relatie zit met iemand en jij zit even anders in frequentie of die ander. Dat ook de hele dynamiek van die relatie verandert. En daarmee dus ook hoe jij dingen opvat, de communicatie die je hebt, de leuke of minder leuke die worden gespiegeld op dat moment. Hetzelfde is gewoon met je baby, al in de buik, want kinderen spiegelen de ouders. Hè, dat wordt ook veelvuldig gezegd, maar dat begint natuurlijk al eigenlijk al voor het verwekkingsproces, denk ik. Maar zeer zeker natuurlijk ook en heel duidelijk te merken daar. Tijdens, weet je, als het net begint. Ik vind het heel mooi als mensen ook, ik heb daar met Sophie over gehad, ik vind het heel mooi wanneer mensen echt al bewust dat contact maken met hun, met de ziel eigenlijk van hun kind, voordat ze überhaupt het proces ingaan van het verwekken van een kind. En dat ze daar heel erg bewust contact mee hebben, of dat nu in gang is gezet door zichzelf, dat dat nou eenmaal op je pad is gekomen. En voor mijn tweede kindje, wanneer ik die mag dragen, dan zou ik dat ook heel fijn vinden om op die manier te willen werken naar het zwangerschapsgebeuren toe. Naar de zwangerschap toe. ik heb het namelijk nu heel erg op het fysieke vlak gedaan. Dus fysiek eigenlijk een schone, fijne plek hebben voor de baby om in te groeien. Eerst was dat gewoon van ik stop met dat roken en ik wil ook geen alcohol meer drinken. Toen op een gegeven moment is dat eigenlijk wel weer veel meer naar voedingsstukje ook geschoten. Wat eigenlijk nu ook wel weer gesetteld is. Hè. Ik zei ook al van ik eet wel echt veel meer suikers nu tijdens de zwangerschap. Maar ik denk dat dat ook een proces is van hoe moet ik mijn, hoe noem je dat, suikerniveau. Hoe moet je dat eigenlijk op peil houden tijdens je zwangerschap? Omdat je dus daarin heel erg shift. Je hebt op een gegeven moment, ik wil niet gelijk zeggen dat je direct meer nodig hebt. Maar op een of andere manier heb je wel een soort van meer nodig qua vitamine of mineralen. Die toch wel zeker ook in het begin gebruikt worden. En op die manier. Ik was ook echt heel erg blij dat ik verder geen misselijkheid had. Maar toen had ik het daar met mijn verloskundige over. En toen zei ze van dat is heel... wanneer je dus eigenlijk geen last hebt van die misselijkheid, betekent dat je eigenlijk verder in tune bent met je hormoonstelsel. Dus dat je jouw hormoonniveau of jouw hormoonlevel, dat redelijk stabiel is. En wanneer dat niet zo is, dus wanneer je fysiek heel sterk reageert op die verandering, dan heb je dus de fysieke uiting van misselijkheid. Dus dat je letterlijk misselijk wordt van andere energie in je systeem. Nu heb ik eigenlijk, dat ik hormonaal sowieso vrij rustig ben. Ik heb niet hele bizarre hormonale veranderingen qua emotioneel. Dus dat is sowieso fijn. En dat merk je dus ook met de zwangerschap, dat ik daarin dus wel veel rustiger ben. En dat het niet op die manier die hormonen zo
dat het voor mij lastig is of dat het voor mij wennen is. Dat is heel fijn. Wat wel voor mij natuurlijk dus wennen was gewoon al die verandering om daar echt dat te accepteren en daar geen oordeel in te zien. En ik denk dat het belangrijk is en ik denk dat het bij iedere zwangerschap van iedereen wel eigenlijk naar voren komt. Of in ieder geval bij de eerste, denk ik, als ik zo vrij mag spreken, dat je toch jezelf mag ontdoen van een stuk oordeel, nu al. En ik, ja, dismiss het niet. Dus ga niet denken van, oh, nou ja, weet je wel, ga er niet te snel overheen. Los het echt op voor jezelf en neem daar ook de tijd voor. Want anders, je wil niet dat het dubbel zo hard terugkomt wanneer je in je, ja, wanneer de baby er is. En ik weet dat wanneer we ergens niet meer aan de slag gaan, dat de les altijd weer op ons pad terugkomt om weer opnieuw te leren. Ja. En als je je bewijs spreken, hè, dat is die law of attraction. Als je je ergens nu zorgen over maakt, dan op een gegeven moment dan zal je die energie, als je die niet oplost, zal je je zorgen blijven maken. De situatie verandert, maar de onderlaag die verandert niet. Dus heel erg dat oordeel over mezelf losgelaten, over dat het niet goed zou zijn voor de baby, over nou ja, allemaal van dat soort dingen. En dat was wel heel erg fijn om daar doorheen te gaan. Dat was niet alleen op het stuk persoonlijk vlak, maar ook op werk, denk ik. Hè, dat perfectionisme ook weer een stuk mogen loslaten. Dus kijk ook echt wat jouw patroon, denk ik ook, is tijdens je zwangerschap. Of als je terugkijkt op je zwangerschap, dat je nog steeds ook gewoon bepaalde dingen waar je nog twijfels over hebt, of oordelen over hebt, of verdriet over hebt, of juist ook misschien leuke dingen, kijk daarnaar. En welke inzichten mag je nog meer eruit halen? Misschien ben je heel erg druk geweest tijdens je zwangerschap en heb je best wel wat dingen gemist qua zelfevaluatie. Of kom je er eigenlijk nu achter van, oh, dat vind ik eigenlijk nu wel fijn om dat nog te doen, weet je wel. Doe dat dan ook vooral, want het is echt heel erg heilzaam ook voor het contact met je baby. En deel ook gewoon met het kind waar jij in zit, ook al tijdens de zwangerschap. Ik denk dat het heel erg belangrijk is voor het tot stand brengen van een open communicatie. En ook het leren kennen van de stem van je kind. Dat je daar vragen aan kan stellen. En ik denk en ik hoop dat dan de communicatie, wanneer het hier naar het fysieke is, ook veel soepeler verloopt, relaxer. En dat je dus eigenlijk ook al die energie veel meer gewend bent, omdat je dat helemaal op je in hebt laten werken. Neem even een slokje. Dus, verder, ja, ben ik nu eigenlijk, zit ik ook dan in de laatste loodjes, hoe ze dat noemen, week 30. En dat voelt ook wel echt als dat ik dus die dingen die ik mocht verwerken tijdens de zwangerschap, dat ook heel soepel en mooi op mijn pad is gekomen. En ook dat ik heel erg in overgave ben geweest daarin, in dat stuk. En dat het daardoor heeft geresulteerd dat ik die dingen ook wel zeer zeker ook delen daarvan heb mogen oplossen. Dus ik weet niet zozeer of het helemaal weg is. Want ik weet uit ervaring dat er bepaalde lagen, bepaalde dieptes zijn tot bepaalde lessen. En elke les krijg je op het juiste moment. Met dan weer de mate van diepgang die jij dan op dat moment weer, ja, weer in mag eigenlijk, weer in mag gaan, weer de diepte in mag gaan. Ja, en ik vind het gewoon echt een heel, heel mooi en bijzonder proces. Ik heb wel nog steeds het gevoel van, oh, ik wil het heel erg bij mezelf houden. Die Preggo's aflevering had ik ook echt zoiets van, hé, ja, waarom voelt het zo hè, heftig aan? En ik geloof dat er gewoon heel veel uitgesproken meningen zijn over het stuk zwangerschap en hoe mensen het zouden moeten ervaren. Of dat er heel veel oordelen eigenlijk op dat vlak liggen. Misschien ook heel veel verdriet. Ik denk dat het stuk zwangerschap, mensen hebben daar ook wel vaak het meeste verdriet over. Op het moment dat er bepaalde dingen niet gaan zoals ze hebben gedacht dat het zou gaan. Denk aan miskramen, doodgeboortes. En dat daar ook eigenlijk, ja, of het moeilijk zwanger kunnen worden. Of
Of nog ineens een partner hebben en wel heel erg graag een kinderwens hebben. Weet je wel, dus hoe ga je daarmee om en kan je ook je opties gewoon blijven zien? Maar de hele topic zwangerschap is daardoor zo breed qua collectieve energie, dat ik dat ook niet echt gewend ben. Kijk, mijn podcast is voor een bepaald type mens die naar mij luistert. En de pregnancy is, heb ik niet een hele duidelijke doelgroep voor. Ja, een doelgroep is natuurlijk wel duidelijk, maar ik wil dat je begrijpt wat ik bedoel. Dus het onderwerp is zo enorm breed. Er komt ook heel veel energie bij kijken. En ik merk dat er komt ook ja, heel veel energie weer terug. Dus op het moment dat er natuurlijk een energetische uitwisseling is. Dus zoals dat jij naar mijn podcast luistert, is er tussen ons al een energetische uitwisseling. Zo werkt dat. En daar merken wij verder niet zoveel van. Maar het is er wel en het is dus aan ons allen om ons energieveld daarin dus ook iedere dag weer zo goed mogelijk op te schonen, die intentie uit te zetten, hoe je het ook wil doen, doe je het. En dat je dus ook ja, die veilige basis voor jezelf blijft creëren, voor jezelf houdt, maar ook voor je baby. Dat je daar ook bewust van bent. Het delen van iets van je kind is eigenlijk ook al dat je een communicatiekanaal openstelt met jouw baby en de ander. Dus er komt heel veel bij kijken en ik heb het daar met Sophie over gehad. En ik denk dat ik Sophie ook in een volgende aflevering of episode misschien zou leuk zijn. Ik weet niet of het ervan komt, maar wil uitnodigen om het daar dus over te hebben. Zij heeft heel veel downloads ontvangen, heel veel informatie ontvangen vanuit haar connectie met spirit over zwangerschap en daarvoor. En ook zijn er daardoor, dus door haar intenties, mooie resources op haar pad gekomen. Die ik dus ook wel leuk vind om te delen. Want ik zat ook zeker in het begin van de zwangerschap van, ik wil het eigenlijk nog helemaal niet delen met mensen buiten mijn kring om. Buiten de mensen om die ik face-to-face zie. En ja, weet je, in het begin wil je het natuurlijk wel delen. Ik had toen ook een periode van, ja, ben ik überhaupt wel zwanger? Dus dan als je het deelt, is het wel heel fijn. Dus ik was ook blij dat toen die 3 maanden voorbij waren, dat we natuurlijk ook hebben kunnen vertellen. Maar ik heb wel 5 maanden gewacht met, ruim 5 maanden gewacht met het vertellen op social media. En dat heeft een reden, omdat ik de energie zo puur mogelijk eigenlijk wilde houden. En omdat ik ook echt voel dat zij, mijn baby zelf, daar ook verder helemaal geen behoefte aan heeft. En ik denk dat er ook echt door de kinderen van nu bewust is gekozen om in deze periode te komen. Want er is nog steeds connectie, maar er is veel meer bewuste connectie met wie er dus in jouw energieveld zit. Met wie jij gaat afspreken. Fysiek, weet je wel, wie er in jouw huis komt. Het wordt allemaal veel meer doordacht, veel meer overdacht en niet meer zo automatisch. En wat ik ook heel vaak in mijn podcast ook zeg, wanneer we op de automatische piloot staan, dan staan we eigenlijk 9 van 10 keer gelijk in contact met het ego, omdat daar daar dat automatisme zit. We zijn nog niet geautomatiseerd vaak in het contact met het hogere zelf, dat we al, hè, dat daar willen we naartoe gaan. En daardoor, hands-on, hè, de bewustwording, consciousness, die wij steeds in onszelf willen vergroten. Om die shift te maken naar een automatisme vanuit bewustwording, vanuit connectie met jouw source, vanuit je hogere zelf. Dus ik voelde eigenlijk ook heel erg dat mensen daarin toch wel heel vaak mindless dingen delen, omdat ze denken, oh, maar het hoort zo. Dus je kan wel blij zijn, maar waarom moet je het gelijk delen? En waar dus met heel veel andere mensen? Weet je, waarom voel je die behoefte? En heb je ook wel echt aan jezelf gevraagd waarom je werkelijk die behoefte voelt? Want ik denk dat er heel veel automatisme is, omdat het er zo'n soort van ingesleten is. Na 3 maanden kan je het vertellen en dan vertelt iedereen het ook en laat je ook de echofoto's zien. Nou, ik had helemaal geen behoefte om echofoto's te laten zien. Ik had daar toch ook een beetje van, ik weet niet hoe dat in de energie zit. Ik weet niet wat ik daarbij moet voelen. En op het moment dat ik daar al een beetje denk, nee, dan is het voor mij ook gewoon een gelijke nee. En het is ook helemaal niet nodig om foto's daarvan natuurlijk te delen. Maar zelfs een foto is eigenlijk van de zwangerschap zelf of zo. Ja, weet je, altijd heel erg leuk om bepaalde dingen te delen. Maar dan vind ik het gewoon echt leuk om te delen en te laten zien. Dan ben ik gewoon trots. Ook natuurlijk wel een stuk ego, denk ik. Want het is ook weer een soort van fysieke uiting, weet je wel?
Dus daar, weet je, daar ben ik een beetje mee aan het spelen van hoe voelt dat en hoe werkt dat in het energieveld. Ik ben veel meer gespecialiseerd op het stuk gewoon het energieveld van een individu. En om dat energieveld eigenlijk soort van uit te splitsen van oké, wat is nou werkelijk van jou? Wat is jouw kernenergie? En vanuit daar eigenlijk die connectie maken. Vanuit daar kan ik ook heel erg goed de dynamiek voelen van een individu, waar een individu dan ook in zit qua bepaalde processen. Nou ja, hè, daarmee werken en hoe ik omga. Dus ik observeer mezelf ook. Hoe ga ik om met bepaalde energie, met de maanenergie, met andere energie? Wat komt er op mijn pad? Wat voor informatie wordt mij gegeven om vervolgens eerst op mezelf te projecteren? En dan vervolgens naar anderen te uiten. Dus dit hele stuk met de zwangerschap, dat is ook iets wat. Wat nieuw voor mij is, wat nieuw is in dynamiek, wat nieuw is in energieveld. En ik denk dat het heel vaak wordt onderschat dat het zo sterk is. En ik denk dat veel meer vrouwen er last van hebben, zeker die hooggevoelig zijn en eigenlijk ook het stuk lastig vinden om ja, die connectie ook vaker te grijpen met het hogere zelf in plaats van ego. Dat ook echt te voelen en daarop te vertrouwen dat je daar naartoe mag gaan. Omdat er komen ook heel veel onzekerheden kijken bij het stuk zwangerschap. Ik heb nu al heel veel sites en dingen en informatie is op mijn pad gekomen. En op een of andere manier merk ik heel vaak dat er een bepaalde onderlaag van angst zit. Omtrent bevalling, omtrent bepaalde kwaaltjes vanuit de zwangerschap. En ik denk, ja, ieder lichaam is anders en geef je lichaam ook de tijd om te adjusten. Ik moest mijn lichaam echt tijd geven om te wennen aan deze zwangerschap. En ik moest zelf ook een weg gaan vinden van, oké, wat werkt nu voor mij? Ik ben totaal geen yoga meer aan het doen. Ja, een soort van yoga op zo'n stability ball. Ja, ik vind het nu niet meer echt relaxed om op een matje eigenlijk dingen te gaan doen. Ik vind het eigenlijk helemaal niet echt zo chill om ergens te liggen en al helemaal niet op mijn rug. Dus dat is heel erg anders. Ik heb hele andere routines nu qua exercise. Dus het wandelen zit er nu wel in, maar ik doe veel minder. Maar als ik iets doe, dan voel ik ook aan mijn lichaam, oké, nu is het wel echt de tijd. En dan probeer ik dat echt wel goed in te plannen qua cardio. Dus het is heel anders. En ik denk dat je vooral die rust ook in jezelf moet hebben om dus die keuzes te voelen voor jezelf wat goed voor jou is. En als je heel veel bezig bent met de uiterlijke dingen van je zwangerschap, zoals heel erg, ja, of met anderen te veel. Hè, toen voor deze hele crisis was het best wel een druk leven. Of zeker ook als je in loondienst werkt. Je leven gaat gewoon door. En dan moet alles, zoals de babykamer en heel je uitzet, moet dan allemaal maar tussendoor komen. En hier heb ik wel echt. Dat als hoofdding kunnen maken en niet zozeer mijn werk. Dus daarin ben ik ook wel echt God blessed. maar ik merk wel van, denk ik, oeh, ja, dat is wel pittig. En ik hoop ook echt dat we meer naar een tijdperk gaan waarin zwangerschap en net zoals menstruatie, dat daar ook steeds meer als iets heiligs en iets bijzonders wordt gezien. En dat daar veel meer vrije tijd voor wordt gegeven om de connectie te maken. En dat ook voor de mannen, ook tijdens zo'n zwangerschapperiode, dat daar ook veel meer, of tijdens, hè, als de baby er is, veel meer tijd wordt gegeven. Wat dus nu echt al in gang wordt gezet, ook in Nederland. Maar het is nog lang niet op het niveau waarop we allemaal kunnen zitten. En als je kijkt naar Duitsland bijvoorbeeld, hoe daar het zwangerschapsverlof gaat, dat is bizar. Die kunnen gewoon een jaar mogen die sowieso geloof ik thuis blijven. Als je in loondienst werkt en ze moeten minimaal 3 jaar je plek gewoon bezet houden. Dus dat je altijd nog kan terugkomen. En ik vind dat heel mooi, want ik vind dat juist het stuk bevordert van het verbinden met je kind. In plaats van dat je al heel snel moet kijken naar waar je je kind kan plaatsen als jij er niet bent. Het is een hele andere energie. In ieder geval zo ervaar ik het. Heel veel mensen niet. Maar ik ken ook wel mensen die eerst dachten van, oh my god, moet ik zo lang thuis? En dat eigenlijk op het moment dat ze dus weer moeten werken, dat ze denken, oké, ja. Ik weet niet of ik dit zo leuk vind. Ik wilde eigenlijk wel wat meer tijd. Ja. Ik denk dat het een heel mooi proces is. Ik denk dat het ook heel, heel belangrijk is dat je die tijd met je kind ook neemt om dus de tijd te nemen om die processen ook door te gaan.
En om dat samen te doen, om dat met je partner te doen. Dat alles verandert in dynamiek, dus geef het tijd. En ik denk dat we alles te weinig tijd geven in deze tijd. En dat daardoor ook veel twijfels komen en daardoor ook veel keuzes worden gemaakt vanuit ego. Ik had op een gegeven moment had ik een, ik had een consult. Gewoon een op gesprek even voor je bloeddruk. Dus zo'n controle. En bij de verloskundige. En op een gegeven moment, toen was mijn HB-niveau was een beetje laag. Dus ik moest gaan bloed prikken om te kijken of mijn ijzer was gedaald. Nou, mijn ijzer was inderdaad gedaald. Toen dacht ik, oh. Maar toen zei ze, oké, het laatste trimester kan dat heel goed komen. Omdat ja, je kindje neemt echt wel wat het nodig heeft. Dus dan kan er een daling plaatsvinden. En je lichaam maakt het gewoon nog niet op die manier aan. En ik sta sowieso bekend. Al vanaf kinds af aan, geloof ik. In ieder geval in mijn puberteit. Met een ijzertekort. Dus dat sluimert toch wel nog een beetje in je fysieke lichaam. Toen dacht ik, oké. Nou, toen hadden ze eerst mijn baarmoeder dan opgemeten. En toen hadden ze een beetje klein gemeten. Dan zei ze, ja, dat klopt niet. En toen zei ze, nou, we gaan gewoon voor de zekerheid. Plannen je gewoon voor de week daarna voor een echo in. En dan doen we nog even wat metingen. En dan weten we gewoon dat het goed is. Volgende groeiecho, die staat netjes met 34 weken. Maar ja, dat duurt dan toch weer een maand, dus nou, vandaar. Dus ik dacht, nou mooi. Weet je, ik voel gewoon die onderlaag dat alles goed is. En dit geeft me weer gewoon een mogelijkheid voor extra echofoto's. Maar op een gegeven moment merkte ik toch dat ik, ondanks dat ik daar dan heel erg positief ben. En dat ik daar voel van, nee, alles is goed. Blijf ik die onderlaag voelen met op een gegeven moment, als ik thuis ben, de bovenemoties van, oh my god, weet je, hoe kan ik dat niet meer in check hebben, mijn ijzerniveau? Hoe kon ik dat niet hebben gezien? Ik heb bepaalde vermoeidheidsklachten, heb ik denk ik ook op het stuk gegooid van, ja, dat zijn zwangerschapskwaaltjes. En toen dacht ik van, ja, maar Jane, je weet toch heel goed dat je zelf naar je lichaam moet luisteren en ook iedere keer moet vragen van, wat heb je nodig? En ik had dat een beetje soort van code flow. En toen dacht ik, oh Jen, nu ga je weer in oordelen. Dat werkt niet. Dat werkt echt totaal niet. En toen zat ik dus al in een bepaalde energie. Vanuit die energie dacht ik, nou weet je, ik heb toch een beetje gewoon even een vrije dag. Het was ook later in de middag dat ik die afspraak had. Dus ik dacht, de rest van de dag is gewoon vrij. Ik ga even op de laptop gaan kijken wat ik verder wil qua bevalling en zo. En daarover lezen. En je ziet heel veel mooie, dus mijn wens is sowieso een thuisbevalling. Het lijkt me heel mooi, een thuisbevalling. Ik ben ook hele mooie verhalen dus aan het luisteren over thuisbevallen die op mijn pad komen. Maar ik vind het ook wel heel erg fijn voor mezelf als ik ook een backup plan heb. En dat is voor mij zo'n geboortehotel. Dus ik ben daar gaan kijken en weet je, voor het inschrijven, hoe gaat dat? En zeker nu met deze periode. Dus, en op een gegeven moment kwam ik alleen maar opeens informatie tegen. Dat ze echt zeggen van, nou ja, hè, dat thuisbevallen hier in Nederland dan wel normaal is. Maar ook niet echt door heel veel mensen wordt gedaan. En hoewel het ook echt heel vaak heel goed gaat en dat het juist wordt bevorderd. Dat eigenlijk vanuit ziekenhuizen, dat ze, nou ja, soort van ook echt denken, ja, waarom zou je thuis willen bevallen of zo? Echt zulke informatiebronnen kwamen opeens op mijn pad. En dat ook sommige landen het gewoon verbieden om thuis te bevallen. Dat ik echt dacht, what the fuck, komt er nu op mijn pad? Terwijl ik eigenlijk daarvoor hele mooie, juist positieve verhalen iedere keer las over een stuk thuis bevallen. En dat is ook mijn wens, dat ik daarop focus. Want dat is wat je wil visualiseren. Dat is wat je voor je wil zien. Je mag heus wel je droom. Hè, je droom voor je houden. Je voorbeeld, je visualisatie. Dat is iets anders dan dat je niet meer open staat voor veranderingen. Maar je hebt wel een bepaalde weg. En dat doe je dan samen. Doe je dat dan met je kindje. En dan visualiseer je dat ook samen. Dus dat was even wat anders. En toen dacht ik, ja, logisch dat ik dus die informatie op pad krijg. En dat heeft al gewoon dat ene momentje van onzekerheid, van even een soort van ontlading ook die ik nodig had kennelijk.
Maar dat heeft wel iets in mijn energieveld getriggerd. Dat ik ga dan wel iets opzoeken en ik ga wel iets doen. Maar ik heb mijn energieveld nog niet op die manier opgeschoond. En dit is wat ik terugkrijg. Dit is wat ik teruggereflecteerd krijg. Nou, dat maak je ook. Stel, dit gaat dan over een onderwerp over bevalling. Maar stel, het gaat over de ontwikkeling van je kindje. Weet je wel, de cijfers die je doorkrijgt. Of het gaat over die misschien iets af kunnen wijken. Of het gaat over als je een kind hebt, over bepaalde beslissingen die je moet nemen. Denk aan de vorige keer, vaccinaties. Denk aan vaccinaties. Dan ga je ook echt alleen maar die vreselijke berichten horen. En ik vond wat ik las, vond ik ook heel erg dwingend. Alsof ik ook zelf het gevoel niet meer had van, oh, ik heb daar een keuze in. Of dat ze heel erg op je schuldgevoel gaan inspelen. En ik voel dat dat ook bij heel veel reclames over baby's ook zo gaat. Dat ja, als je dit niet neemt, als je dat niet neemt, of als je dat niet doet, dan ja, zou je, nou, ik weet niet, niet een slechte moeder, die vibe krijg ik niet, maar wel een soort van onderlaag, een oordeel. Heel bijzonder. Heel bijzonder, heel die wereld eigenlijk. En ik denk dat het echt belangrijk is, wat ik geloof ik ook de vorige keer al zei, sowieso naar je gevoel luisteren en ook echt proberen te ontdekken, blijven te ontdekken wat er in jouw onderlaag zit en hoe jouw energieveld daarop reageert en contact maakt met je baby. Zodat je ook zo goed mogelijk contact maakt met zijn of haar energieveld. En dat je ook, want het delen over de zwangerschap, daar is helemaal niks mis mee. Het is zo mooi. Alleen vanuit welke energie doe je het? En ik denk dat velen in die automatische stand dus staan. En uiteindelijk gewoon merken dat ze dus overprikkeld raken. En nou ja, dat misschien de schuld geven aan de zwangerschapshormonen. Maar eigenlijk dus gewoon heel erg daarop gefocust zijn. Daar zo mee bezig zijn dat er zoveel energie dan gaande zijn. Dat je eigenlijk niet meer weet of van voor of achter leeft. Dus ja, ik voel ook echt van oké, weet je wel. Hoe wil ik dat verder indelen? Ik had ook in een andere podcast had ik gedeeld van mij dat ik ook echt niet weet wanneer ik ga delen wanneer onze baby geboren is. Voor nu voel ik daar ook eigenlijk heel veel privacy en rust onder. Ik vind privacy heel erg belangrijk eigenlijk ook verder qua energieveld. Rust heeft dat ook sowieso en ik voel eigenlijk de baby ook. Nogmaals, ik ben verder een heel erg open boek, maar ik denk dat ik eigenlijk toch meer ga delen wanneer de kleine er al is, wanneer bepaalde processen er al zijn geweest, dan dat ik dus nu echt voel van ja, hier wil ik dus heel diep op ingaan over ja, bepaalde dingen. Dat, ja. Mm-hmm. En dat is helemaal oké. En dat voel ik voor mezelf voor nu. En ik denk dat het ook goed is, want hoe minder je ook bezig bent met het delen van de energie, hoe belangrijker dus het ook is dat je dus gaat voelen van oké, maar wat is mijn energie voordat ik het überhaupt deel? Ja, ik vind dat echt heel erg interessant. En dus ook in combinatie met dus als je zwanger bent en zeker ook de connectie met je lichaam. En hoe jouw lichaam en hoe jouw geest reageert op die energieveranderingen. En dat je ook gewoon durft te blijven voelen, ook al is het dus inderdaad, hè, dus voor mij mijn eerste zwangerschap, van oké, wat voel ik nu? Wat is ze aan het doen? Hoe voelt ze zich nu? In welke fase zit ze nu? En dat ik ook me bezig blijf houden met in mijn eigen kracht staan. En ik denk dat dat gewoon het beste is, dat je in je eigen kracht moet komen te staan. Ik denk dat het van elke vrouw dus wordt gevraagd op het moment, zeker dat ze dus in die zwangerschap toestand is, dat ze dan echt op en top ja, vrouw is natuurlijk. Hè? Die vrouwelijke hormonen zijn huge in actie. Daarom mochten vrouwen dat fijn vinden. Ik vind de maansteen nu ook echt heel fijn om bij me te dragen voor die connectie. En misschien heb jij ook wel bepaalde dingen die jij fijn vindt om dus inderdaad te doen. Dus ik vind het een heel bijzonder proces. Daarom weet ik ook gewoon echt niet wat ik daar verder over wil delen nog. En heb ik ook echt gevoel van ja, misschien juist meer daarna. Meer als reflectie en meer die inzichten delen dan van what's happening in the here and now. en ik denk ook dat ik die Prego's aflevering ook heb gedaan van ja, ik wil heus wel wat dingen delen. Dat vind ik gewoon leuk, want je krijgt ook bepaalde inzichten daardoor. En wat ik ook zei, ik vind het uiterst interessant. Maar het was ook meer omdat ik het niet echt in mijn reguliere podcast wil delen. Omdat ja, niet iedereen is echt
soort van interest in dat topic, snap je? Dat is toch wel echt een hele andere tak. Dus ik wilde dat heel graag gescheiden houden. En ik denk dat dat voor mij ook het beste aanvoelt om dat dus ook gescheiden te houden. En om daar, daarin vanuit daar gewoon echt te voelen, wat mag ik daarmee? Maar het komt wel iedere keer weer bij me op terug dat het belangrijk is en blijft op een ander niveau, niet hoger niveau, op een ander niveau van wat deel ik vanuit ego, wat deel ik vanuit mijn hogere zelf. En op die manier voor jezelf de keuzes maken die goed zijn voor jouw energieveld en voor het energieveld voor jouw kleine. Sommigen die hebben helemaal geen problemen om bepaalde dingen te delen of vroeg te delen of iets. En dat hoort dan weer bij jouw proces. Maar sommigen hebben er weer baat bij voor toch wat meer privacy en wat meer solitude. Wat meer teruggetrokkenheid. Wat meer bewustwording. En ik vind het voor mij heel erg belangrijk dat ik me bewust ben. En bewust blijf in het hier en nu blijf van mijn zwangerschap. In tegenstelling dat ik ook een beetje meer dat doorwerken wil doen. Want over werk gesproken, ik wil dus echt heel erg graag ook echt die zwangerschapsverlof nemen. Helemaal niks, geen werk doen. Net zoals dat je in loondienst zou zijn. En ik denk dat het voor ondernemers misschien ook wel lastig kan zijn. Van ja, maar ik moet toch wel doorwerken. Hoe gaat dat ook daarna met inkomsten? Want ja, je moet toch wel bezig blijven. Wil je ook inkomsten blijven genereren? Dus als je een tijd stilstaat, wie zegt dat je dan ook weer zo makkelijk erin komt? Dus toen dacht ik, oh, dan wil ik ook wel voorwerken en zo. Misschien moet ik dat ook wel doen. Of misschien moet ik meer doen. En op een gegeven moment dacht ik, oh my god, wat zeg ik eigenlijk tegen mezelf? Ik moet. Ja, dat werkt niet. Dus op het moment dat jij ook in, dit is een bepaalde situatie, maar mocht jij in dezelfde situatie zitten of in een andere situatie, zet je intenties uit en vraag daar hulp bij. En vraag ook echt aan je kindje, wat heb jij nodig? Of zullen we gewoon gaan kijken hoe het gaat? En ik heb ook het gevoel van, dit is in ieder geval, net zoals de bevalling, dit is in eerste instantie wat ik wil. En hoe het uiteindelijk uit gaat zien in het fysieke, hoe het me uiteindelijk gaat lukken of wat er op mijn pad komt, dat laat ik open. Dus ik heb een bepaalde visie en ik laat op mijn pad komen wat er op mijn pad mag komen qua inspiratie, qua inzichten, qua informatie, qua mensen. En dat is die flow die je wilt, die je wenst te hebben. Want dan ben je heel standvastig in je energie. Maar mochten er veranderingen zijn, kun je ook heel erg standvastig vanuit die connectie zeggen, oké, dan is dit het beste met deze verandering, wat er op mijn pad mag komen. Er wordt voor ons gezorgd door God, door het universum. Ik ben veilig, mijn baby is veilig, mijn kind is veilig. Er is niks om over zorgen te maken en we gaan gewoon met de flow mee. We gaan met de stroming mee. In plaats van dat je gaat denken, oh, maar er is nu iets fout. Dit is niet zoals ik het had verwacht of had gevisualiseerd of had gedacht. Heb ik helemaal geen rekening mee gehouden en dat je denkt dat je dingen fout gaat doen. Dat werkt niet. Je moet er doorheen gaan. Je moet, ja, ga maar even door de storm als het voor jou als een storm voelt. Maar durf er wel naartoe te gaan, want daar ligt ook een stuk van je gevoel in. Ons gevoel is nu net zo heel erg belangrijk. Ik zie ook, net zoals die maansteen, ik draag een oranje maansteen bij me. Je hebt verschillende kleuren maanstenen, maar de oranje maansteen is dus eigenlijk op mijn pad gekomen op het moment dat ik zwanger ging worden. Dus dat is dan ook weer heel, heel bijzonder, want ik heb hem niet altijd in mijn collectie gehad overigens. En toen dacht ik, nee, die moet ik toch bestellen. Nou, nu weet ik dus ook waarom. En ik heb er gewoon heel erg veel baat bij. Maar dat heeft toch weer te maken met dat heiligbeenchakra, met gevoel. Ik zat ook in een periode van, nee, ik wil veel meer vanuit mijn hoofd naar mijn gevoel. Ik beredeneer heel vaak signs, bepaalde signalen op mijn pad. Ik ben veel meer vanuit dat helderhorendheid. Ik ben wel heel erg heldervoelend, maar het wordt allemaal beredeneerd met vanuit het brein soort van. Dus ik vraag heel veel aan het universum en ik vraag heel veel aan mijn gidsen. En die connectie is voor mij dan daardoor steeds sterker geworden. Maar er zit ook heel veel wijsheid in naar je gevoel gaan, want daar zit je intuïtie. En om vanuit gevoel te kunnen voelen, dus van je vertaalsysteem te veranderen naar gevoelstrillingen. En dat te vertalen voor jezelf dan naar wat dat betekent. Ik hoop dat je me nog volgt. Mijn vertaalsysteem is dus heel vaak, ik krijg iets door. Oké, wacht, ik voel iets, ik voel een andere energie, ik ga vragen. Dan vraag ik, ik stel vragen aan mezelf. Ik stel vragen op het moment dat ik misschien in meditatie daarover wens te gaan. Wanneer ik met iemand anders in contact ben, stel ik vragen aan de hogere energieën om mij te helpen om
om de connecties te leggen, om inzichten door te krijgen, om door te geven. Op die manier. Dus uiteindelijk het stukje gevoel, dat was een aantal jaar of vorig jaar op pad was gekomen van nee, ik wil echt meer vanuit gevoel. En zwangerschap gaat daar natuurlijk ook helemaal over. Hoeveel er wel eigenlijk je gevoel wordt benadrukt, hoeveel beroep er wordt gedaan op je gevoel, op je intuïtie. En dat is toch iets spannends. Sommigen kunnen zich voelen van, ik sta er alleen voor. Terwijl misschien heb je wel een partner. Maar heel veel dingen moet jij toch als vrouw zijnde bepalen. En daarom wordt ook gezegd, neem je partner daarin wel zoveel mogelijk mee. Weet je wel? Maar er wordt dus inderdaad aangegeven, jij bepaalt dat. Jij moet voelen wat goed is voor jou. Want alleen jij kan dat voelen. En dat is soms vervelend. Maar probeer die periode heel erg goed bij jezelf te blijven. Niet te veel aan andere mensen te gaan vragen. Of als je vanuit onzekerheid informatie dus op gaat zoeken. Weet vanuit mijn verhaal nu, vanuit na dat onderzoek. Het was niet eens zo heftig. Maar toch dat er een bepaalde ontlading kwam. Toch dat ik dacht, oh my god, is er dadelijk toch iets met haar aan de hand? Ik vind dat ook. Ik ben trouwens heel erg dankbaar voor die momenten ook. Hè? Want dan voel ik van oké, mijn moedergevoel, dat moederinstinct, dat zit goed. Dat zit er al goed in. Ik hou al zoveel, enorm veel van het kind. Dat je echt denkt dat dat inderdaad überhaupt mogelijk is. What the hell? Dus ik ben dankbaar voor dat ik dan in die emotie kan tappen, in dat gevoel kan tappen. Alleen, wees je wel bewust van welke energie, welke frequentie je dan zit. En dat je dan ook kijkt van welke informatie er op je pad is gekomen of welke mensen. Want dan kan je ook weer de informatie op je pad komt ook weer veel beter interpreteren. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. De interpretatie van de informatie die op je pad komt. En zo kan je ook weer dus de juiste beslissingen voor jezelf nemen. En dan kan je ook heel erg goed voelen van oké, ik wens deze bevalling, maar ik zet dat en dat ook in gang. Voor, als, mocht, iets. Voor meer rust voor mezelf, maar ook voor de ander. Weet je, ook voor je partner. Voel ook, weet je, samen met je kind van, hoe ga je dit doen? Hoe ga je dit aanpakken? Communiceer dat. Hoeft niet iedere dag of niet gelijk intens, maar af en toe maak daar weer even contact mee. Of dat je op een dag denkt, weet je, nu ga ik hier even gewoon zitten en ik ga contact maken. En ik ga gewoon even visueel ga ik met haar contact maken en ga ik gewoon haar vertellen, vocaal of in beeldspraak. I don't know what you do. Do something. Om aan haar duidelijk te maken waar ik nu sta en waar ik naartoe wens te gaan en hoe ik het voor me wens te zien. En of dat overeenkomt met haar of hem. Nou, ik hoop dat je deze episode inzichtgevend hebt gevonden. Dat je er wat uit kan halen voor jezelf. Ook vooral gewoon heel veel rust en liefde. En niet zoveel oordelen over jezelf. Of dat je iets fout doet of goed doet. Maar dat je gewoon steeds meer die bewustwording krijgt. Want dat is waar we in allemaal worden uitgedaagd. In een stukje veel meer bewustwording naar jezelf, over jezelf. En met een kind in je buik, dan is dat heel anders en is de dynamiek heel anders. Dus geniet er ook van en geniet ook van de bepaalde dingen die op je pad komen, want die misschien niet zo fijn voelen, want die hebben ook wel weer iets te brengen. Dus ik wens jou verder een hele mooie dag of avond verder toe. Sowieso een hele fijne zwangerschap of fijne periode naar je zwangerschap toe. Ik weet niet in welke fase je zit. Maar dankjewel in ieder geval voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer. Namaste.